In 2014 kende de Nederlandse woningmarkt een forse inhaalgroei. Het aantal verkopen steeg met ruim 40% en ook de huizenprijs is voor het eerst sinds de crisis weer gestegen. Wij verwachten dat deze groei doorzet in 2015. Ik denk dan aan vier dingen. Ten eerste herstelt de economie verder. Ik denk dan vooral aan de werkgelegenheid. Ten tweede is het vertrouwen op de woningmarkt helemaal terug. Mensen durven weer een woning te kopen. Ten derde is de hypotheekrente erg laag en wij verwachten dat die gemiddeld genomen lager zal zijn dan vorig jaar. Ten vierde is ook de nieuwbouw herstellende. Dat is goed voor de doorstroming op de hele woningmarkt. Wij verwachten per saldo dat dit sterker is dan het aflopen van stimuleringsmaatregelen of strengere nieuwbouwnormen. In totaal verwachten wij dat er 150.000 tot 170.000 transacties zullen zijn en dat de huizenprijs gemiddeld met 1 tot 3% zal stijgen. Welke verwachtingen heb je nog meer voor 2015? Nou, wat belangrijk is, is dat we zien dat de markt langzaamaan wat minder ruim wordt. Het dieptepunt van de markt konden de consumenten kiezen uit 30 woningen, maar nu inmiddels 13. Nou was het wel voor de crisis dat die waarde 6 of 7 was, dus de markt is nog steeds ruim, maar het wordt wel wat krapper. Dat is ook belangrijk voor het prijsherstel. Verder zien we dat er 130.000 doorstromers boven water gaan komen in 2015. En dat is belangrijk voor het herstel op de hele markt. Dat is ook goed voor de consumptie en wij verwachten dat die het eerst dit jaar weer zal groeien. En dat is belangrijk voor de hele Nederlandse economie. Waarom denk je dat er 130.000 doorstromers zijn? Waar komt dat getal vandaan? Nou, wij zien allereerst dat er vorig jaar extra is afgelost. Ten tweede was er een grote groep die een relatief kleine prijsstijging nodig had om boven water te kopen. Nou, wat verder belangrijk is, is dat ruim 30% van die groep verhuisgeneigd is. Dat betekent dat we dit jaar dus 40.000 extra potentiële kopers hebben. En dat is positief voor de hele woningmarkt.